Dit weekend staat de kraker tussen koploper PSV en eerste achtervolger Feyenoord op het programma. Een wedstrijd tussen de twee beste ploegen van Nederland, die misschien wel de twee beste trainers van de Eredivisie voor de groep hebben staan. Dat belooft dus wat voor zondag. Niet in de laatste plaats omdat ontmoetingen tussen PSV en Feyenoord in het Philipsstadion vaak garant staan voor spektakel en veel doelpunten. Zo eindigde het onderlinge treffen in het vorig seizoen nog in een 4-3 overwinning voor PSV. In het seizoen daarvoor boekten de Rotterdammers een overtuigende 0-4 zegen in Eindhoven. Maar de mooiste onderlinge ontmoeting dateert misschien wel van het seizoen 2014-2015. Toen eindigde door een treffer van Memphis Depay in de derde minuut van de blessuretijd in 4-3. We mogen dus doelpunten verwachten zondag, want zowel PSV als Feyenoord weten ook in het huidige seizoen makkelijke net te vinden. PSV wist al 77 keer te scoren, Feyenoord maakte er vooralsnog 58. PSV heeft met Luc de Jong de topscorer van de Eredivisie in huis. De aanvoerder staat dankzij zijn hattrick tegen PEC Zwolle op 22 treffers. Daarmee heeft hij Santiago Jiménez inmiddels gepasseerd. De Mexicaan was in het eerste seizoen zelf niet te houden. Hij wist voor de winterstop liefst 18 keer net te vinden. Maar in de tweede seizoenshelft staat de teller pas op 1. PSV en Feyenoord treffen elkaar zondag dus alweer voor de vierde keer dit seizoen. De eerste onderlinge ontmoeting dateert van 4 augustus 2023. Toen streden de ploegen in de Kuip om de eerste prijs van het seizoen, namelijk de Johan Cruijffschaal. Een doelpunt van Noah Lang bezorgde PSV een uitstekende start van het seizoen. In december troffen de concurrenten elkaar voor het eerst in competitieverband. Feyenoord moest toen op eigen veld winnen om in spoor te blijven van PSV, maar de koploper uit Eindhoven won met 1-2. Daardoor werd het verschil tussen beide ploegen 10 punten in het voordeel van PSV. Feyenoord nam ruim een maand later revanche voor die nederlaag. De ploeg van trainer Arne Slot knikkerde PSV dankzij een 1-0 zegen uit het bekertoernooi. Ook buiten het veld gaan PSV en Feyenoord regelmatig met elkaar de strijd aan, vooral op de transfermarkt. Feyenoord toonde afgelopen zomer interesse in Noah Lang, Jerry Schouten, Ricardo Pepi en Irving Lozano, maar zij maakten allemaal de overstap naar PSV. Dat betekent echter niet dat Feyenoord de Eindhovenaren helemaal niet wist af te troeven. Zo leek PSV Lang de beste papieren te hebben om Thomas Beelen binnen te halen, maar koos de talentvolle verdediger uiteindelijk voor de regerende landskampioen. Vorige maand streden PSV en Feyenoord nog om de handtekening van Suhaib Driouech. PSV dacht de aanvallen binnen te hebben, maar Excelsior trok op het allerlaatste moment de stekker uit de onderhandelingen. PSV is op dit moment de trotse koploper van de Eredivisie met 65 punten uit 23 wedstrijden. De voorsprong op Feyenoord is liefst 10 punten. Willen de Rotterdammers nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, moeten ze zondag dus winnen in Eindhoven. Maar winnen van PSV, dat is in de Eredivisie nog geen enkele club gelukt. Kan de ploeg van Arne Slot daar dit weekend verandering in brengen en daarmee de achterstand verkleinen tot 7 punten? Of breidt PSV de voorsprong nog verder uit en zet het daarmee een enorme stap naar de eerste landstitel sinds 2018? Wat er ook gaat gebeuren, het belooft een mooie middag te worden in Eindhoven. PSV Feyenoord begint zondag 3 maart om 2:30 en staat onder leiding van Serdar Kuzubuyuk.